Wat ik vooral apart vind is dat mensen in de buurt er altijd zoveel aan denken. Omdat het zo groot is. Dus als je zeg maar Albert Heijn boodschappen doet, dat er opeens een kassameisje zegt van oh ja, sterkte. Mij lijkt het gewoon heel ingewikkeld. Dan heb je al te maken met een groot verlies. Hè. In dit geval ben je dan je vader kwijt, je moeder kwijt en je broer. Maar overal waar je komt, weet iedereen dat ook. En dat heeft gewoon te maken omdat het natuurlijk een nationale ramp is. En ik kan me heel goed voorstellen dat je soms het verlangen hebt. Ik wil gewoon ook een keertje een avondje uit kunnen of kunnen feesten. Zonder dat iedereen een arm op je schouder legt. Oh, wat goed dat jij het leven weer pakt. En ja, het is heel moeilijk om anoniem te zijn, hè, met zo'n nationale ramp. Als ik dan een keer wat leuks ga doen of zo. Dat, ja, dat ik het niet op Facebook ga zetten of wat dan ook, weet je. Want dan krijg je gelijk van de reacties van ja, meid, je hebt het zwaar gehad, het is je gegund. En ik denk, nou, ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. En niet omdat ik het vind dat ik het verdiend heb of zo. Wat ze zelf ook zeggen in de film, dat ze denken van nou, ze plaatsen maar geen foto's meer op Facebook. Want ja, iedereen reageert er zo heftig op. Dat we gewoon ook leven. Maar ik ben heel blij dat ze aan de film mee wilden doen. Want het is ook heel belangrijk om te zien dat je het leven ook wel weer kan omarmen na zoiets heftigs. Superguide. Download nu de app.